Welkom bij de eerste vlog weer van het nieuwe jaar. Het is nog oud jaar, maar we nemen even een voorproefje. Lekker op stap. Gezellig wat drinken, oliebollen eten. Lekker, zin in. Goedemiddag, 1 januari, nieuwjaar, yay! En geen nieuwjaarsrun voor mij, maar een nieuwjaarswandeling. Beetje te uitgebreid, lekker gebruncht. Dus anders moest ik een beetje te lang wachten. Dus nu ben ik lekker aan de wandel naar mijn schoonmoeder. En volgens mij praat ik heel hard, zo. Lekker naar mijn schoonmoeder aan de wandel, hondje mee, lekker even in beweging, de dufheid van de korte nacht, proberen uit de benen te lopen. Goedemiddag, het is woensdag 2 januari. Zoals je in mijn doelen voor 2019 wellicht al hebt gelezen, de blog staat al online. Ik weet niet of jullie het horen, maar ik heb een klusser hier in huis. Maar goed, zoals jullie in mijn doelen al hebben kunnen lezen, wil ik weer meer aandacht besteden aan fit zijn en blijven. En mijn spieren weer wat beter vertroetelen. Op een goede manier, sportief. En daarom heb ik besloten om mee te doen aan de challenge 30 Day Yoga. Yoga with Adrienne, of Yoga with Adrienne. En vandaag is de eerste, dus ik ben heel benieuwd. Het is meteen een video van 50 minuten, dus ik ga het meemaken. De eerste yoga zit erop. Ik keek heel erg op tegen het feit dat hij 50 minuten was. Maar dat viel heel erg mee. Het is heel veel uitleg. Het begint heel rustig, een mooi opbouw. Ik ben fan. En ik denk echt wel dat dit wat kan doen voor de soepelheid en lenigheid in mijn spieren. Ja, allemaal dingen die ik wel goed kan gebruiken bij het hardlopen. Dus ik hoop het echt goed vol te kunnen houden, die 30 dagen challenge. En wie weet blijf ik het dan wel gewoon dagelijks doen. Of bijna dagelijks. Ik weet het niet. Maar ik zal jullie in ieder geval niet vermoeien met dagelijkse yoga video's. Dat ga ik jullie echt niet aandoen. Maar goed, wordt vervolgd in ieder geval. Het is donderdagavond, tijd voor baantraining. Eerste training weer van het nieuwe jaar. En dat betekent dat er na afloop weer wat lekkers bij de koffie is. Namelijk mijn zelfgemaakte knippertjes. Heel eerlijk, ik lag lekker op de bank. Ik had gisteren de laatste twee films van Harry Potter gekeken. En het was nogal laat geworden, 1:15. Dus ik had eigenlijk helemaal geen zin. Ik was enorm moe. Ben nog enorm moe. Dus ik ben heel benieuwd hoe de training gaat. We gaan het zien.
weer thuis na de training. De eerste training van het nieuwe jaar. Het ging niet helemaal zoals ik gehoopt had. De vermoeidheid was helaas te veel aanwezig. En de knie waar ik bij de eindejaarstraining toch achteraf best last van heb gehad, die begon toch weer een beetje op te spelen. Dus niet de volledige training volgemaakt. Maar wat ik heb gedaan was wel weer lekker. En de kniepertjes na afloop, die waren natuurlijk extra lekker. Ja, hey. Zelf aan zit het ploeteren. Zaterdagmiddag, zondagmiddag. Dus, en ze viel in de smaak. Vrijdagmiddag. En ik ben onderweg naar, of tenminste, ik sta nu even stil, maar bijna onderweg naar Flevo Mais. Zoveel zin in. Alleen het begint een beetje te regenen. Maar goed, ik heb in ieder geval mijn schaatsen bij me. Ja! Iets meer dan een jaar geleden dat ik ook op de schaats heb gestaan. Ik vind het zo heerlijk om te doen. Maar dan wel op natuurijs. En Flevo Mais heeft een mooie baan die het dichtst in de buurt komt van natuurijs. Dus heerlijk eventjes een avondje schaatsen. Als het een beetje droog wordt en blijft, ben ik helemaal blij. Oh. Ja, ja. Ze doen het nog steeds. Beetje wiebelig nu en dan, maar lekker schaatsen. Heerlijk. Zeker, zeker. Okay. Laatste rondje hoor. Nou. Het begint een beetje moe te worden. Het is ook niet zo gek, we zijn de 20k al gepasseerd. Zo, dat was gezellig. Ah, dat was super leuk, heerlijk. 25 kilometer. Het was hartstikke gaaf. Ah, lekker genoten. Nu lekker een beetje uitschaatsen. Dorst, vooral dorst. Heerlijk geschaatst. Samen met Marion. En hebben we vorig jaar ook al een keer gedaan. En nu kwam Marion weer met de vraag of ik nog een keertje zin had om te schaatsen. Nou ja, daar zeg ik geen nee tegen. Schaatsen, heerlijk. En 25 kilometer, wauw. Als je gezellig aan het kletsen bent, weet je, je schaatst maar door. En het gaat lekker. En ja, nou, het begint trouwens even niet. Moest ik echt even weer inkomen. Maar wanneer weer? Alleen jammer dat Biddinghuizen zo'n end rij is vanaf hier. Want ik ben gewoon 5 kwartier onderweg om er te komen. Maar ja, het was heel gezellig. Nou, deze yoga die was wel een beetje zwaar voor mij. Nog een beetje stijfjes van de schaatstocht van gisteravond. Maar goed, een beetje trillende beentjes en trillende spiertjes van nu en dan. Maar ja, het zal vast wel weer beter worden. En ik denk wel dat ik de rest van de dag wat minder stijf zal zijn. Ik denk wel dat de yoga daar een beetje voor geholpen heeft. Maar goed, ik
ga verder weinig doen vandaag. Een beetje noodzakelijke dingen zoals boodschappen en schoonmaken, dat soort dingen. Allemaal heel saai. Ik ga de vlog daarom ook lekker afsluiten. En ik zie jullie bij de volgende vlog weer.